Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweek vlog. Zoals jullie misschien hebben gezien zijn er een aantal weken geen vlogs online gekomen. Omdat ik het echt mega druk had. Ik heb toch bepaald om de dingen die ik heb gefilmd nu achter elkaar te zetten. En dat gaan jullie straks zien. Dus ik hoop dat jullie dat alsnog leuk vinden. En vanaf volgende week woensdag komt er gewoon weer een recente Juffenweek vlog. Want ik heb gewoon deze week wel helemaal gefilmd. Maar dit zijn dus gewoon de afgelopen beelden van maart. En die ga ik jullie in deze Juffenweekvlog laten zien. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweekvlog. Het is vandaag maandag 6 maart en ik heb net een weekje vakantie gehad. En ik ga vandaag voor jullie weer een nieuwe Juffenweekvlog beginnen. Ik zou het super leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Het is dus vandaag maandag 6 maart. Ik heb net een week vakantie gehad en we gaan vandaag weer beginnen. Ik ben even mijn computer aan het opstarten. En we gaan ook beginnen met de projectweek. En wij hebben het gaat over beroepen en wij hebben het beroep influencer. Hey, dat past goed. Ik heb al mijn lessen voorbereid. Ik moet alleen nog even wat dingen klaarzetten, dus dat ga ik nu doen. En mijn haar was echt super vet. Ik wil dus echt veel minder wassen sinds ik die extensions heb, maar het ziet er nu echt niet uit. Dus ik ga even alles klaarzetten en een beetje opruimen, want het is echt een ramp. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Fijn dat jullie allemaal weer zijn. Ik hoop dat jullie een lekkere vakantie hebben gehad. We gaan straks nog lekker de vakantieverhalen met elkaar delen. Maar jullie zien er heel erg uitgerust uit, dus dat is super fijn om te zien. En vandaag begint natuurlijk ook de projectweek. En we gaan allemaal leuke dingen doen de komende tijd. Voor vandaag, maandag 6 maart. Maart alweer, gaat super snel. We gingen niet lezen, want ik vond deze tekening wel leuk om mee te beginnen. Maar we gaan wel rekenen les 1 doen straks van blok 6. We gaan weer over breuken. Dan gaan we van spelling les 1 doen. Als het goed is hebben jullie je nieuwe schrift net in je kastje gedaan. Dan gaan we eten en drinken buiten spelen. En ook natuurlijk even de vakantieverhalen met elkaar delen. We gaan beginnen met de projectweek. En eigenlijk is het geen projectweek, maar projectweken. Want de komende weken gaan wij het hebben over beroepen. En elke klas heeft een ander beroep. Wij hebben het beroep influencer gekozen. En wij gaan het dus daarover hebben. En wat komt daar dan allemaal bij kijken? Want misschien denk je nu met influencer, wat gaan we dan eigenlijk allemaal doen? Nou, jullie hebben zelf al wat dingetjes opgeschreven. Maar waar we het bijvoorbeeld over gaan hebben, wat denken jullie? Wie heeft een idee? Waar zouden we over kunnen gaan hebben? Ja, dus echt over het werk, over de sponsors, mooi. Over een vlog en hoe werkt dat precies? Ja, bijvoorbeeld, hoe ziet een werkdag er dan uit? En we gaan het namelijk ook hebben over social media. Wat is dat ook alweer? Daar gaan we het ook over hebben. We gaan het hebben over mediawijsheid. We gaan het hebben over fake news. Over reclames. En weten jullie nog dat we voor de vakantie een mail hadden gestuurd? Weten jullie dat nog? We hadden toen een mail gestuurd naar het museum. En wat hadden ze toen gereageerd? Weet iemand dat nog? En toen dacht ik, nou weet je wat, ik stuur die mail ook gewoon nog naar wat andere bedrijven. En misschien, ja, we kunnen het proberen. En toen dacht ik, kennen jullie misschien beeld en geluid? Dat heb je ook in Hilversum, heb je nu nieuw ook in Den Haag. Ja. Dus ik heb gewoon dezelfde mail, weet je wel. Weet je nog dat we dit hebben gestuurd? Beste beeld en geluid sinds jaar fulltime jeugd. En of we langs kunnen. Toen hadden ze gereageerd in de vakantie. Wat ze stuurde. Hey Janette, wat leuk dat je aan ons denkt. Heel inspirerend om je succesvolle sociale kanalen te zien. En een match met ons museum is er zeker. Willen jou en de klas graag een workshop aanbieden, zoals fake news of influencing, inclusief een museumbezoek. Op welke dag willen jullie langskomen? Good morning, het is vandaag dinsdag 7 maart. Ik heb gisteren de vlog bewerkt van mijn vakantie. Gewoon vakantie, ja, ik had een weekje vakantie. En hij is echt zo leuk geworden, dus als je hem nog niet hebt gezien, ga hem zeker kijken.
Want er waren heel veel mensen die zeiden, ja, ik wil eigenlijk ook nog wel heel graag normale weekvlog zien. Maar als ik een hele week werk, kan dat niet. En vorige week had ik natuurlijk vakantie. Dus toen heb ik een normale weekvlog gefilmd. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik vind het in ieder geval echt super leuk geworden. En nu ga ik eventjes mijn alles klaarzetten. Ik had alles al voorbereid, dus dat is echt top. Ik moet alleen heel even één ding online zetten. En ja, ik had ook wat borden en zo in orde gemaakt. Dus, en alles opgeruimd. Ik heb alleen vanmiddag oudergesprekken, dus ik ben echt heel zenuwachtig. Ik vind dat jullie super hard hebben gewerkt. We gaan even een beweegpotje doen. Deze hebben we al gehad. McDonald's spel. Ja! Yeah! Het kan wel, alleen we moeten gewoon een beetje voorzichtig zijn, want er is niet heel veel plek om dit spel te spelen. De bedoeling is, het heet het McDonald's spel, jullie gaan straks allemaal door elkaar lopen en je mag elkaar niet aanraken. En de producten vormen de opdrachten voor de spelers. De spelers moeten deze zo snel mogelijk uitvoeren. Dus bijvoorbeeld ik bestel frietjes en daar hoort dan een opdracht bij. Bijvoorbeeld, ik zeg, dit klopt niet, maar dat je bijvoorbeeld met z'n drieën zo moet staan, bij elkaar ingehaakt. Dus dan vorm je een drietal of een viertal, ligt eraan wat er staat. En de kinderen die het als laatste hebben uitgevoerd, die moeten gaan zitten. Die doen niet meer mee. Die moet één ronde wachten en dan mogen ze de volgende ronde weer meedoen. Oké, okay. Ik kan frietjes, een hamburger, een cheeseburger, een Big Mac of een milkshake bestellen. Okay. Alleen sommige opdrachten moet je ook gaan liggen, dus dan moet je even goed kijken waar je dan een plekje hebt. Als je geluid maakt of je raakt iemand anders aan tijdens het lopen, ben je af. Je loopt gewoon rustig door elkaar heen. Loop maar door. Oké, okay, de eerste bestelling, dat zijn frietjes. Vier spelers liggen naast elkaar. Op de buik met handen omhoog. Oké, ze gaan nu een onderwerp kiezen. We hebben het net gehad over reclame. En we gaan een reclameposter maken. Morning, het is vandaag... Is het alweer woensdag? Oh ja, zo, het is alweer woensdag. Ik heb dus vandaag een haarband in. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind het een beetje spannend om te dragen. Maar wel heel leuk ofzo. Dus ik hou hem lekker in. Ik heb gisteren oudergesprekken gehad. Gelijk na school en daarna ging ik naar huis. Dus ik heb... daarom niks meer gefilmd. Het ging voor mijn gevoel heel erg goed, dus daar ben ik blij mee. Maar ik was gewoon heel erg zenuwachtig. En dan ga ik soms een beetje struikelen over mijn woorden. Terwijl als ik dat met kinderen heb, ik dat natuurlijk nooit. Dus dat is gewoon heel gek. In ieder geval, wat ik nu ga doen. Wij zetten altijd alle gesprekken die je hebt gehad heel even kort in een bestandje. Zodat je dat allemaal kan teruglezen. Dus dat ga ik nu nog even snel doen. Want nu zit het nog vers in mijn hoofd. En ik ga even zo'n proteïnetoetje eten. En dan vanmiddag heb ik nieuwe gesprekken. Dus dat ga ik dan ook de spulletje even voor klaarleggen. Ik had het wel voorbereid. Maar het is wel fijn als het gewoon helemaal klaar ligt. Ook game apps natuurlijk doen. Maar het moet er wel uitzien als het schabloontje van een app. Maar je mag de telefoon helemaal zelf indelen. En zorg er ook voor dat je misschien je lineaal gebruikt hebt. Want dan kan je precies de apps even groot maken. Ja, zo'n widget heet dat. Ja, dat mag. Dat kan. Of zo'n klokje. Dat mag ook erin. Weer lijkt het bijna een iPad. Heel mooi. Ik ben al een tijdje weer thuis van werk. Ben aan het opruimen. En ik ga dus vanavond even mijn haar voor het eerst krullen met extensions. Maar dan de Heatless Curls. Ik moet alleen even kijken. Want ik heb dus nu drie manieren wat kan. Dus ik ga dat vanavond even aan jullie laten zien. Maar straks komen Floor en Vos naar mij. En ik ben dus nu even mijn spulletjes aan het opruimen. Want het is echt een ramp qua spullen. Dus dat ga ik nu eventjes opruimen. En dan ga ik bij mijn moeder eten. En dan ga ik ook mijn dekbed eventjes wassen. Want die ligt daar. Die ga ik meenemen daar naartoe. Griekse mythe. Alles kan je daar terugvinden. Want het is echt authentiek Grieks. Heel leuk. Leuke stadjes. Floor geeft even een presentatie over de vakantie. Is dat van Iraki? Dit is Rodolstad. Oh. Dus het heeft gewoon ontzettend veel te bieden. En yeah. Dit wordt gewoon de vakantie van het jaar. De enige ook. Nee. Oh, wow. Onze verblijfplaats heet Studio's Annika. Nee, het is... Annika Studio. Oh.
rustig gelegen, maar wel invallen raken in bruisende stad. Ja. 20 minuten. Als je nog is tips hebt. Rodelstad. Floor en Vos zijn naar huis. We hebben dus vakantie geboekt en we beginnen nu even nog daar naar kijken en gewoon gezellig kletsen. En ja, sinds vorige week heb ik dus extensions in mijn haar. Heb ik ook helemaal gefilmd. Dus als je dat wil zien, moet je even de vorige week vlog kijken. Die is ook echt heel erg leuk geworden. En met je extensions is het belangrijk om het niet zo vaak te wassen. Dus nu ga ik het 2 keer in de week wassen. Het liefst wil ik eigenlijk 1 keer, maar ik weet dat dat niet gaat lukken. Dus ik heb nu... dinsdagochtend gewassen. Dus dinsdag de hele dag, woensdag de hele dag. En het is nu woensdagavond. En dan dacht ik, dan ga ik nu mijn haar krullen. Dan zit het morgen goed. Dus zoals je kan zien is het hier dus al een beetje vet. Niet super erg, maar wel al een beetje. Dus morgen wil ik eigenlijk een beetje droog shampoo doen. Maar ja, als ik dat wil, dan wil ik wel eigenlijk dat mijn haar gelijk goed zit. Dus dan dacht ik, dan ga ik het krullen. En ik heb dus deze, dat je zo'n ding op je hoofd kan doen. Die slaapt het meest comfortabel. Alleen heb ik nog nooit geprobeerd. En die met de badjas krijg je best wel dunne krullen. En deze is echt heel mooi, alleen slaapt dus niet lekker. Dus ik dacht, ik doe deze nu vandaag. Dan doe ik de volgende week vlog die en de andere week vlog die ander. En dan kun je kijken wat het verschil is. Ik hoop alleen dat hij het dus goed gaat pakken, want mijn haar is dus een beetje vet. En ik doe een klein beetje mijn haar nat maken. Maar ik doe het eigenlijk meer nat maken als het erin zit. Want ik merk dat dat beter werkt. Dus ik maak het nu ook wel nat. Maar niet zo erg. Dus vooral eventjes. Ja. Zo. En dan maak ik het straks nat als het erin zit. Ik moet even een klein pakken. In ieder geval, ik heb het dus nog niet gekruld met mijn extensions. Ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat worden. Zo, ik doe altijd dit. En dan kom ik een beetje in het midden. En dan doe ik deze daar. En dan pak ik die eerste pluk. Die pak ik niet te klein. Want anders krijg je echt zo'n mini krulletje. Dus je wil dat die ietsje groter is. En dan ga ik gewoon zo eromheen. En dan pak ik gelijk een nieuw plukje. Niet te groot, maar ook niet te klein. En ik probeer hem een klein beetje naar achter te doen, maar dat is best wel lastig. Zo, dus dan pak je die erbij. En dan pak je weer een nieuwe. Zo. Oké, en nu heb ik ze er allebei ingedraaid. Ik zie wel dat mijn haar echt best wel vet is. Dus ik ben heel bang dat het morgen niet zit. Maar ja, ik ga het echt nog niet morgen wassen. Dus we moeten het er maar mee doen. Ik ga in ieder geval dit eventjes zo. Doe ik even zo'n scrunchie omheen. Oké, nu ga ik het nog een klein beetje nat sprayen. Wat ik dan doe, is dan draai ik dit heel strak. En dan maak ik het aan de achterkant vast met een elastiekje. Die ik nu niet heb. Zo. Het kan op zich ook wel met een klem, maar dan kan je echt helemaal niet slapen. Dus ik doe het altijd met een elastiekje er zo om me heen. Tot morgen. Good morning, het is vandaag donderdag en het slapen ging voor de eerste keer echt best wel goed. Meestal kan ik er gewoon, nou dan voel ik het gewoon de hele tijd zitten, maar ik heb in 1 keer doorgeslapen. Misschien ook omdat ik heel moe was, maar ik had er dus helemaal geen last van. En ik ga het er nu uithalen. Ik ben echt super benieuwd, want ik zie wel dat mijn haar echt best wel vet is. En ik weet dan wel dat het minder goed blijft zitten dan... als je haar niet vet is. Maar ja, ik doe het juist omdat ik het nog niet wil wassen. Dus ja, op zich maakt het niet heel veel uit. Even kijken. Zo. En zo. Hij gaat wel heel makkelijk uit. Oké.
Nou, ze voelen wel stevig aan. Ik ga heel eventjes mijn hoofd een beetje schudden. En toch een klein beetje droog shampoo in doen. Maar ik vind het tot nu toe top. Nou, het ziet er zo uit. Het gaat natuurlijk nog wel een beetje uitzakken. Maar ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Ik vind het wel heel mooi. Ik ben op werk en ik heb de laatste tijd dat ik dingen kwijt ben. Heel vervelend. Dan kan ik mijn brillenkoker niet vinden. En ik wilde vandaag mijn bril op. Maar ja, maakt niet uit. Ik kan ook gewoon alles zien zonder. Ik ga even alles klaarzetten. En ze moeten dus altijd op donderdagochtend samen lezen. En we hadden eerst van die technisch lezenboekjes. Alleen ik merk dat ze daar nu een beetje klaar mee zijn na een half jaar. Wat ik ook heel goed begrijp. Dus ik dacht, ik ga informatieboekjes pakken. Dus die ga ik nu zo even zo pakken nog. En dan ga ik dat even regelen. En ik ga nu eerst eventjes het bord klaarzetten. Ik had alles al wel voorbereid hoor. Maar... En nog wel het bord daar. Dat moet ik nog wel doen. Zal ik dat eerst doen? Nee, eerst dit. Een soort tekst waardoor je iemand degene wil iets laten kopen. Heel goed. Een filmpje, een poster. Iets waarmee je anderen aantrekt. Mooie antwoorden, advertenties voor producten. Heel mooi. Hier gaan ze reclameposter maken over scrunchies. Die hadden er ook een gemaakt, toch? Ja. Deze en deze. Heel leuk. Oh, en hier gaan ze reclameposter maken over deze etui. En we hebben daar een van een Arab. Oké, het is inmiddels alweer na schooltijd 3:30. En ze hebben net aan de reclameposters gewerkt. Is echt super leuk. En ik hou heel veel lessen ook van LessonUp. Het zijn gewoon complete lessen die online staan. Ik heb een beetje last van mijn astma, dus misschien adem ik een beetje raar. En ik moet nu eventjes wat gaan maken. Dus dat ga ik nu doen, mijn groepsplannen. En dan ga ik naar huis, ga ik even eten halen en dan ga ik vanavond sporten. Verder hoef ik niet meer echt heel veel te doen. Ik heb het eigenlijk best wel redelijk morgen een nieuwsbrief maken, maar dat ga ik niet vandaag doen, daar heb ik nu geen zin in. En ik moet nakijken, dat wel. Good morning, het is vandaag vrijdag, bijna weekend. En ik ben nu op school. Ik had het bord al klaargemaakt. Nu ik dit zie, moet ik wel zo gelijk eventjes printen. Dan ben ik bijna vergeten. En we zijn dus bezig met het thema social media en influencer. En ik had voor ze dit boekje gemaakt. Dus dan met een kleurplaatje. En hierachter zit een woordzoeker. Met allemaal woorden die te maken hebben met social media. Deze woordzoeker heb ik gewoon zelf gemaakt. En nog een soort template van WhatsApp. Maar dat ga ik nog met ze samen doen. En hier mogen ze hun eigen telefoon ontwerpen. En dat vinden ze dus echt mega leuk. Als eerst, goedemorgen allemaal. Vandaag vrijdag 10 maart. We gaan zo rekenen doen. Dan gaan we spelling doen. Dan gaan we eten en drinken. En dan gaan we naar de gym. We gaan samen met groep 6B fietsen. Groep 5B blijft op school, dus we zijn alleen met de hele groep 6. Groep 6B fietst voorop en wij maken de rij er achteraan. We gaan dus met heel veel kinderen fietsen. Dan komen we denk ik hier ongeveer 11:45 weer aan. Dan kan je heel even in je boekje werken of even lezen totdat we pauze hebben. En dan na de pauze gaan we taalles 5 doen. En dan gaan we daarna weer aan onze reclameposter werken. Waar we gisteren ook aan hebben gewerkt. Oké, kijk even je agenda. Voor volgende week maandag 13 maart tot en met vrijdag 17 maart. Eén ding weet ik zeker. Jij kan worden wat je wil. Waarmee maak jij het verschil? Zoveel dingen die je later kunt doen. Follow. Het is vandaag maandag 13 maart. En mijn schermpje zit los, dus misschien zie je dat soms. Ik ga voor jullie een nieuwe weekvlog beginnen. Het is vandaag een beetje een andere dag dan normaal, want ik hoef geen les te geven. Want de kinderen hebben hoefijzertrefpadtoernooi. Dus ik moet daar wel de hele tijd, de hele dag zijn. Maar ik hoef niet les te geven. Alleen ik ben dus mijn bril vergeten. En dan zie ik echt niks van een afstand. Maar ja, het is niet anders. Ik hoef niet te scheidsrechten of dat soort dingen.
Dus we gaan nu even de tenues uitdelen voor de kinderen. En dan gaan we daar naartoe. Dus ik denk niet dat ik super veel ga filmen. Ik heb wel mijn haar net gewassen. Dus het is een beetje pluizig. En dan gaan we er weer een leuke week van maken. Good morning, het is vandaag dinsdag. Ik heb net een filmpje gemaakt van mijn outfit. Dat doe ik elke dag op TikTok, bijna elke dag. Dus als je dat leuk vindt, moet je dat zeker kijken. En ik heb helemaal zin om weer te vloggen. Ik weet namelijk niet of de vlog van vorige week online is gekomen, want ik vond hem echt niet leuk. Dus ja, en ik ben gewoon iemand die dan heel erg twijfelt of ik het online moet zetten. Dus ik denk dat hij niet online is gekomen, maar misschien wel. Hier zien ze het plaatje. En dan kunnen ze op het bord kijken welk woord erbij hoort. Dus bijvoorbeeld deze. En dan schrijven ze het op in een schrift. Kijk, en dan schrijven ze het over. Ze gaan nu de poster helemaal afmaken. Die moet vandaag af zijn. Hier hebben we reclame voor mok. Mijn mok. Ik zal hem even laten zien. Deze mok. Gooi maar weg in de prullenbak. Hij doet het toch niet meer. Hier hebben we reclame voor een boek, voor de grijze jager. Hier hebben we reclame, dit is voor het voetbaltenue toch? Of voor het shirt alleen? Voor het shirt. Hier hebben we reclame voor kattenbrokjes. Hier voor een etui. Wauw! En ze hebben een poster voor scrunchies. Met een extra doosje erbij. Ze hebben deze scrunchies helemaal zelf gemaakt. Ik heb een pakket van Naked voor jullie. En het staat hier al een tijdje. Ik heb de bikinis er wel al uitgehaald. Want ik had alvast wel bikinis besteld voor de zomer. En ik heb natuurlijk ook weer een kortingscode voor jullie. Dus ik ga het echt aan jullie laten zien. Ik ga niet eerst de bikinis doen. Maar ik had wel ook al echt wat zomerdingen besteld. Ik weet niet waarom. Vond ik waarschijnlijk heel erg leuk op dat moment. En ik zag namelijk dit jurkje. En ik dacht echt, deze is zo mooi voor de zomer. Het is eigenlijk best wel een simpel jurkje, maar ik vind de kleur echt prachtig. En hij is dus in een soort satijnen stof. En aan de zijkant heeft hij een beetje dat, ja, hoe leg je dat uit? Een beetje dat hij een beetje is opgerold. Echt super leuk. Dus dat is dit jurkje. En ik heb hem in een maatje 38 gekozen. En dan dacht ik, dan zit hij niet super strak, maar gewoon mooi los. Dus hier ben ik echt super blij mee met dit jurkje. Dan heb ik een nieuwe lange jurk gekozen. Ook voor straks als ik weer voor de klas sta en je weer lange jurk kan dragen. Ik kan echt niet wachten. En dat is namelijk deze met blauw en wit. En ik vond hem echt super mooi. Ik heb hem in een maatje S. En hij is dus heel erg lang met blauw en wit. En het is dus echt zo'n overslagjurkje. De stof voelt echt heel fijn aan. En hij heeft dus een beetje van die pofmouwtjes. Volgens mij een beetje tot hier. Ik vind hem echt prachtig. Hier ben ik echt super blij mee. Dus dat is deze mooie lange jurk. En volgens mij komt hij helemaal tot de onderkant. Dus dat vind ik ook altijd heel erg mooi. Dat het niet zo'n awkward lengte is. Dan heb ik nog twee basic shirts gekocht. Ik ben laatst tijd heel erg druk bezig met sporten. En ik miste gewoon even wat basic shirts die ik dan er overheen kan doen. Maar ook straks als het lekker weer is gewoon even over een outfit kan doen. En dat zijn van die oversized shirts. Ze zijn echt top. Deze heb ik in een maatje XS. En hij valt dus echt heel erg groot. Maar dan kan je hem gewoon ergens overheen doen. En ik heb diezelfde ook in het grijs. Maar dan in een S. Dus die is denk ik nog groter. En ik vind dat ook altijd heel erg leuk om gewoon boven een kort broekje. De stof is echt super mooi en ze schijnen allemaal niet door. En het zijn gewoon echt hele fijne shirtjes. Ook lekker gewoon boven een spijkerbroek. Lekker voor in de zomer. En heel erg handig ook voor werk. Of voor, ja, om in te slapen of iets anders. Ik heb nog een super leuk jurkje. Ik heb wel een jurkje die hier heel erg op lijkt. Maar ik vond deze echt heel erg schattig als het echt super warm is. Het is namelijk een wit jurkje. En dan heeft hij heel mooi dit witte kant. En hij is echt prachtig. Hij lijkt een beetje op het roze jurkje. Alleen dan in het wit en niet van satijn. Maar hij heeft wel een beetje dezelfde vorm. En hij heeft hier ook weer dat je hem zo omhoog kan trekken. En dat vind ik altijd echt super mooi. Dus ik weet zeker dat ik deze in de zomer heel vaak ga dragen als het echt heel lekker weer is.
Oh, en dat shirt van Ornette heb ik ook nog in het wit. Was ik even vergeten. Zo. En dit is de witte. En die schijnt ook niet door. En het zijn echt dikke, fijne shirtjes. Dus echt aanrader. En ik heb ook nog een lange jurk gekozen. Ik heb echt alleen maar zomerdingen. Even kijken. Ja. Deze lange jurk. Ook weer voor naar werk toe. En ik dacht een keer met bruin en wit. En dan zo gestreept. Ik vond hem echt mega mooi. Dus dat is deze. Dus ook weer zo'n overslagjurkje. Deze stof is wel iets minder fijn. En ik heb hem dus in een maatje 36. Heel erg leuk. Dan had ik nog twee bikinis. Ik had namelijk een blauwe bikini met zo'n topje. Ik had deze vorig jaar ook. Vind ik echt heel erg fijn. Topjes vallen wel best wel klein. En eigenlijk dezelfde, maar dan in deze print. Dus dat zijn al mijn nieuwe items.